mijn stream Betterste Boer op Vrouwenjacht. Ik heb hem al een keer eerder gespeeld. Maar ik ben nu bezig met een andere. Ik ga helemaal opnieuw beginnen met andere spullen. Zodat ik ze ook op dingen kan zetten, op YouTube kan zetten. En dat iedereen, dat we het kunnen blijven volgen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Gaan we het anders doen? De beestje. Schimmer. Oh, yes. Dat is even fijn, hè? Nou weet ik alleen niet of ze zwanger is van mij, maar... I don't know. Kijk, nou kunnen we misschien namelijk wel liefde. Yes. Go. Berthe. Welkom op Bertus de Boer. We gaan de spelen afwisselen. De ene op het strand. Het paradijselijke leven op het strand. En met Bertus de Boer. Dit is Bertus de Boer. Bertus de Boer woont in Kotzeslijf. En hij heeft hier zijn lieftallige bijtjes die het heel goed doen. Hier heeft hij zijn bruisdingetjes en hier heeft hij zijn landje. En hij heeft een poot. Hij heeft bijna een. Dit is bijna zijn vrouw. Ze hebben het al gedaan in de douche. Dus we zijn nu eventjes nog een. Een relatie aan het doen. Dan is het de bedoeling dat ze bij me komt wonen. En misschien krijgt ze iets wel in verwachting van me. Dus dat is dan ook wel weer leuk, want dat hebben we net gedaan in de douche. Dus dat wordt dan ook wel. Eigenlijk moeten we even nog even hier die vos even begroeten. En we hebben als doel... hebben we platteland verzorgen. En... we gaan geen baan nemen, want daar heeft hij geen tijd voor. Want hij wordt een boer en hij moet heel veel tijd besteden aan zijn boerenwerk. Dus, en volgens mij heeft zij wel een. Volgens mij heeft zij wel een vrouw, heeft zij wel een baan. Dus. En volgens mij is ze zwanger. Dus we moeten overgeven. Dus ik denk dat ze zwanger is. Dus dan gaan we even snel zorgen dat we vriend en vriendin komen worden. En dan eens even kijken, mijn mooie pandjes, hoe het met mijn pandjes is gesteld. En zij is dan boerin, maar zij is wel een boerin met een baan. Tegen alle verwachtingen in, zoals bij het andere spel, heb ik geen televisie en een computer gemaakt, maar hier wel. En je navi. Oh, het is de hoogste tijd. Tot de volgende keer. Nou, dat is dan erg jammer dat je weggaat. Maar ga ik even contact maken met deze. Met deze. Vrolijke snuiter. Die zo door mijn... Die heel erg... Kom nou even hier. Kom nou even hier. Alsjeblieft. Nou, James kijken. Nou, James kijken. Waar is James nou weer? Ik heb ook een lot gekocht. Van de loterij. Kijken of ik wat ga winnen. Ik denk niet dat ik wat ga winnen hoor. Maar je weet maar nooit. Of we wat gaan winnen. Een cadeau geven. Zal ik jou een drankje geven? Wat voor een drankje heb je dan? Nee. Die honing is om te verkopen. En je bent een beetje te snel, dus dat
Ik ga even. Nee, ik moet alweer naar bed, zo te zien. Ik moet eigenlijk ook nog even naar het café om even mezelf te laten zien, want anders gaat mijn. Oeh, de borf. Omlaag. Want ik ben ook aan het schrijven. En straks als ik de dier heb, want er komt natuurlijk nog een koe en er komt nog een lama en er komt kippen. Dan heb ik geen tijd meer om echt weg te gaan. Dus toen dacht ik van nou, dan als ik nog tijd over heb, dan ga ik eventjes hier. Klap, Vibna! Dan blijf ik gewoon lekker op mijn landje. Ik heb het hier toch te druk. Want straks met mijn toekomstige vrouw, die nu weer ergens anders woont, even ergens anders is, straks bij me komt wonen. Kunnen we misschien ook straks, zoals het moet, zelf ook gaan recyclen? Want eigenlijk hebben ze hier helemaal geen stroom en zo, maar ik doe het nu even met stroom, omdat ik geen middelen had om allemaal meteen alles te doen. Dus we gaan eerst even wachten en ik vind het eigenlijk wel makkelijker met stroom. Dus kan je maar steeds maar joh, en dan leef je in het donker. En dan leef je in het donker. Je ging even nog een boek schrijven. Ik ben een boek schrijven, een kort verhaal. Wat ging je doen? Ik ga even muziek luisteren. Americana. Kijk, hoe gaat het met je plantjes? Oh, je moet ook weeden. Oh, de plantjes gaan heel goed. Je moet straks nog even weeden. En we gaan af en toe naar... daar komt een lief klein konijntje. Wat lief. Wat kom jij hier doen? Klein konijntje. Maar ik ben net bezig met een boek schrijven, konijntje. Dus eigenlijk moet ik hem even stoppen, want ik moet even dit konijntje begroeten. Het boek kan ik altijd nog schrijven. Ja. Dat vindt hij heel erg fantastisch, anders houdt hij straks niet meer van... jij gaat even eerst het konijntje begroeten. Over bloemenhaasjes. Oh, waar is het konijntje? Oh, daar is het konijntje. Ah, ik vind het zo schattig, al die konijntjes en zo in het spel. Ik heb namelijk ook dat nieuwe pack gekocht, die country of die landleven, of hoe heet dat? Alleen maar ook omdat je kon borduren. En borduren is ook een hobby van mij. Dus ik vond het allemaal leuk dat ik ook kon borduren met. Zal ik dit gaan verkopen? Deze ga ik verkopen. Ik ga niet alles verkopen. Ik ga de magieten verkopen. En de aardbeien ga ik oogsten. Van de aardbeien ga ik oogsten. Ik wil dit allemaal verkopen. Waarom ga je dat nou niet doen? Mag ik het verkopen? Newman? En de aardbeien ga je oogsten. Dat betekent alle aardbeien. Ik weet niet waarom je niet alle aardbeien gaat oogsten. Ik weet niet waarom je dat nou niet doet. En dan ga je even alles oogsten. Huh? Oh, nou, kom eens langs. Ja, ik kom straks even gezellig langs. Ik moet even langs de pub in Finswick. Nu ik natuurlijk beroemd ben, moet ik af en toe mijn naam laten zien. Dus ik ga daar ook even heen. Ik ben helemaal schoon. Dus ik heb alles gedaan. Ik ben helemaal in het groen. Dus
Ik moet even nog wat klusjes hier doen. Alles is gedaan. Mooi. Dan ga ik even nog mijn honing doen. Mijn honing. En dat, kijk, ik heb allemaal hele mooie kastjes gelegd hier. Honing verzamelen. Honing verzamelen. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik ze minder woest moet maken. Ik ben benieuwd of ze zwanger is, want ze heeft in ieder geval al mijn sleutel gekregen. Zij is ook de enige die eigenlijk in mijn huisje mag komen. Dus die ook steeds in mijn huisje komt. Maar dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. En we gaan ook nog... Oh ja, als ik natuurlijk kinderen krijg, dan... Dat ik eigenlijk even mijn dingen gaan veranderen. Maar ja, voorlopig hebben we eigenlijk... moet ik eerst mijn huis groter maken. Want anders dan... Hier was het ook gewoon niet te vinden. Dan ga ik nog een keer honing verzamelen. Dat is dan best wel veel. Kijk, ik heb weer geld gekregen. Dus ik moet ook echt het andere boek ook gaan schrijven. Want door middel van het schrijven verdienen we gewoon elke dag extra geld. De unieke winnaar is bekend. Dirk Driemer. Nou, Dirk Driemer heeft de loterij gewonnen. Nou, heel fijn voor Dirk Driemer. Gefeliciteerd met de extra Sims dollars. Ik word toch wel rijk met mijn boerenlevertje. Nee. Ik word toch wel rijk met mijn boerenleven. Oké, dat is gedaan. Oh, ik begin honger te krijgen. Nou, ik mag wel in het café gaan eten. Ik moet nog even naar Finswijk. We gaan even reizen naar Finswijk. Want daar word ik... Oké. Jij komt weer aan. Dus we moeten weer even met jou gaan. Meer keuze. Liefde. Een zandje geven. Kijk, Cecilia is de enige die samen met mij binnen mag komen. En we gaan even kijken of Cecilia... Roos aanbieden. Handen kussen. Sexy pose.
hier nou. Fenneke van Heeb. Hispelup Grinea. Shun Yarbacheps. Goethe. Charb. Oh, in de regen. Oh. Ipsa, hè? Badal. Harpenay. Kalumba. Mwah. Glarn. Flarben. In de regen zoenen. Oh, dat doen we nu toch al. Mwah. Rare. Wow. Quacks and us. You miss. I am oh ja, so in de douche, maar ik had al met haar wat gedaan in de douche. Never dus ik wil eigenlijk nu blue. Haar als mijn vriendin gaan maken. Zorpel pons, zodat ik in ieder geval zeker weet dat zij bij mij blijft. Mwah. Samzo. Haha. Tevene. Jemfel. Fanjib Zafis. Devora. En Loy. Waarom geen herinnering? Sharuna Anna Burveric. Nou, zullen we dan even binnen gaan staan? Oh. En Zook Niara. Oh, Kalumba. Ja. Ze heeft gewoon nog een... Watuni. Zephyrs, Wanifez, Winoa, Anabur, Fwebijelja, Nod, Sibin, Yasinar, Amsoon, Bafatamoy, Bogandro, Yibs! Oh, ze gaan in ieder geval naar binnen. Oh, ze gaan weer in de douche. Oh, ze gaan weer in de douche wat doen. Oké. Dat is eigenlijk. Hoe gaat het met mijn zielige aardappeltjes? Oh, ze dus moet in de winter geplant worden. Nee. Dat is winter, ik heb ze al geplant. Dat is lente. Ik ga het ook niet echt heel veel groter maken. Sheng Barangay. Het huisje. Oeh, kangaloya bamboofa. Ah. Ga je naar douchen? Kijk, omdat ze nu samen al iets hebben gedaan. Hey Bertus, ik ben het. We gaan. Wil je op een afspraak gaan? Nou ja, we gaan ook op een afspraak. Oké. Ik ga gewoon. Ze staat bij mijn huis. Ze staat gewoon in mijn huis. Gaat ze me bellen om te vragen voor uitgaan. Nou. Of. Dus wat doe ik? Ik ga met haar date. Want dat is alleen maar goed voor onze kleuterig gedrag. Want als het goed is, heeft ze ook al een baby van mij. Tenminste, dat is dan wat ik hoop. En zo niet, dan heb ik een probleem. Ik weet alleen dat zij één kenmerk heeft dat niet echt. En ze heeft ook, als het goed is, last van bindingsangst. Maar iedere keer is het een ander game, dus dat is wel. Oké, nou, zijn we hier. Wat moeten we hier doen? Waarom wil jij hier nou op date? Ik snap het niet. Maar ja, oké.
op date. Nou, we zijn hier gezellig. A break, Lemtim. Dus we hebben een afspraakje. En dan ga je, we hebben een afspraakje. Camus. Oh, kijk, en nou kan ik vast op verkeringen vragen. Ja, Basani. We zijn op date en nou kan ik vast op verkeringen vragen. Dat was wat ik wilde. Kira. Parasa. Jalzef Boeki. Ik weet niet wie jij bent, maar zo ook even gewoon. Ah, zo zo. Je bent werknemer. Nou, je had even pauze. Zo zo. Bronchlo? Bobbler. Scarpawa. Punky. Yibs. Yasinarp. Ah, wij zijn in ieder geval nu vriend en vriendin. Dus daar is mijn afspraak is gelukt. Wat moet ik verder nog doen? Op mijn afspraak. Voor de rest moet je natuurlijk op afspraak helemaal niet echt heel veel doen. Ik zal nog even een, iets leuks voor je kopen. Kijk, wat is dit? Een trein? Sawada Habimi. Een pop. Wissu. En Kelmifwa. Bekken wissu. Product kopen. Nee, ik weet niet wat dat voor een product is, maar. Straks de kinderen zijn misschien. Dat vind ik wel heel erg duur. Wat ben jij? Ik weet niet wat dat voor iets lelijks is. Denk about that. Kijk, bindingsangst. Dat had ze. Ach, ik ga gewoon zo'n product kopen. Gewoon omdat ik dat leuk vind. En wat is dit? Hoho! Ja, maar dat is meteen zo heel duur. En dan geef ik jou als cadeau. Mijn date is gewoon aan het werken met haar. Dat is niet zo. Hé, hey, we zijn. Een aantal doen. Dit is echt de perfectste date die ik heb gehad met Sims. Gewoon op date gaan en dan gewoon. Hey, hallo. Aanzoek doen, hè? En ga ik nou een aanzoek doen? Ruskin Zanahoy. Oh, Abidola. Waar? Oh, Vadish. Ooh, Wilby. Kijk, dit is toch lief. Bombo. Hispa. Sipene frasp. Sinoche. Narpa. Fazu wiftene bay. Nou, en dan kunnen we nog onmiddellijk trouwen met haar. Prinia Hispalip. Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Metsel. Wat is er nou leuker om tijdens een date gelijk in het huwelijksbootje te stappen? Shemagra Gorbene, Blispa Leven. Ach ja. Aww. Pearl. Want kijk, als het tenslotte zwanger van mij is. Schwabe. Wat misschien wel het geval is. Kerba. Oh, jeft hem mee. Oh. Moet het kindje natuurlijk meteen bij mij zijn, hè? En wat is dit voor iets? Volledig voldaan. Oké. Okay. En ik heb me in ieder geval mijn gezicht laten zien. We gaan nog even een soort van selfie maken. We gaan dit even opvoegen aan ons. Jabahorm Leray Kloin. Febene Aruvena. Dit is wel het perfecte stel. Oh, kijk, ze zijn getrouwd. Oh, Anuba. Dat afspraakje wordt steeds leuker. Ja. Wie had dat gedacht dat je. Oké, we gaan even samenwonen. Oké, jij gaat naar hem toe. Yes. En dan alle
kavel. Ja, dit moet allemaal. Ja, als alle sims uit dit huishouden worden overgezet, worden alle eigendommen van het huishouden verkocht of overgeplaatst naar het nieuwe huishouden. Dat gaan we dus maar doen. Oké, dat. Tjang. Tjang, afa. En we zijn getrouwd. Wauw. En dat na het einde van de afspraak. Wauw. En dan ga jij nog even wat neerzetten op je Sims dinges. Want jullie zijn getrouwd. En tja. Dan ineens wordt Bertus de Boer een heel vrolijk mannetje. Die opeens mega veel geld heeft. En opeens gewoon nooit meer hoeft te werken. Maar we moeten thuis ook nog even wat doen. Dus eigenlijk gaan we. Ja, ik heb heel erg naar mijn zin gehad, ja. Jij ook, want we zijn getrouwd. Dus we gaan even naar huis. Jij gaat naar huis. En jij gaat naar huis. Ja. Wat ben jij eigenlijk? Staat hier gewoon zomaar aan bord? Jij ging ook naar huis, toch? Wauw, ik heb dus nu gewoon. Ja, ik moest het wel doen, want we hadden al wat gedaan onder de douche. En misschien is ze ook al zwanger. Dat. Dus we moeten meteen even onze dinges omzetten tot. Dat we ook een training kunnen krijgen. Maar we kunnen ook gewoon rustig aan beginnen met gewoon. Want een training is meteen weer heel veel gedoe. Dus ik ga gewoon. We gaan gewoon beginnen met kinderen zonder trainingen en zo. Als we een training krijgen is het mooi, maar we gaan geen trainingen opwekken. Dat gaan we wel door middel doen van andere dingen, maar we gaan niet de kavel tot meer dingen doen. Want het wordt wel heel hectisch, het boerenleven gaat heel hectisch worden. Dus dat. Ben ik binnen een half uur dat ik online ben, of aan het spelen ben, heb ik gewoon een partner. Kijk, ik laat dit gewoon zo. Maar dan kan ik wel gelijk even wat gaan bouwen natuurlijk. Want kijk, ik heb nu natuurlijk een. Wat meer geld. Dus ik moet nu eventjes zorgen dat ik natuurlijk dan eventjes. Mijn huisje ga uitbreiden. Dus dat ga ik er maar even doen. Ik ga hem niet echt heel erg uitbreiden, want. Dat is een beetje onhandig. Nee, wacht even. Ik wil sowieso even een beetje uitbreiden. Nee, niet het raam. Oké. Dan gaan we even naar boven en
ruimte zitten. We hebben nou heel veel geld en we gaan niet meteen alles helemaal vol stampen met van alles en nog wat. Want dat heeft niet zo heel veel zin. Oh ja, wacht, ik had nog een dak. Ik was vergeten dat ik nog een dak had. Dit laat ik dan zo. Oh nee, niet weghalen. Niet weghalen. Kijk, wat er natuurlijk wel leuk is, dat ik dan deze even ook even zo kan doen. Nee, ook niet weghalen, ook niet weghalen. Van niks, nee, ik wil nog niet. Ik wil deze even een stukje die kant op doen. Deze gaan we even doen. We gaan deze even een stukje. Ja. Dan gaan we deze. Deze kant op doen. Dan gaan we deze. Deze kant op doen. En dan vind ik het eigenlijk wel leuk om dit gewoon zo te houden als een soort van ja. En dan komt daar dat dak alvast op. En dit ga ik namelijk niet veranderen. Dit laat ik zo, want dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Om dit gewoon zo te laten. Nou, maar dat wordt niet mooi. Dat wordt dan weer niet mooi met dit. Dus dat wordt dan niet mooi. Nee, dit gaat we niet doen zo. Dat gaan we niet doen zo. Even kijken hoor. Hebben we wel iets wat we wel mooi kunnen doen? Zo misschien. Dit misschien zo. Ja, ik denk dat dit dan wel mooi is. Dan die paal even daar. Weghalen en die paal even. Hier neerzetten, de ondersteuning hier. Ja. Want eigenlijk wil ik dit zo, gewoon zo laten. Ja, en dan hier een dak zo. We gaan even de buitenkant eerst doen. We gaan niet een heel groot huis maken. We gaan gewoon even. Dan moeten we allemaal geld gelijk heen. Ook zonde. Even ook zonde. Dus we moeten nog een heleboel dingen bouwen. Nee, dit is toch niet echt wat ik wil.
Wacht even, als we hier een ruimte met kleine muurtjes gaan. Als we hier dan nog een ruimte met kleine muurtjes gaan doen. Maken we er nog een zoldertje op. Oké. Het is niet echt wat ik denk dat het mooi is, maar... Vooruit, ik doe het zo, want... Het wordt eigenlijk even een boerderijtje dat ik eigenlijk niet had wilde, maar dan komt dat andere dak heel mooi uit. Het wordt gewoon zo'n boerderijtje. Zet daar maar dit hand daar in de weg. Nou, dit is dan weer net niet mooi. Dus. Ja, het wordt toch de zolder. Dus als we dan dit staan, een stukje. Daar zo'n soort van dit dan weer tussen. Dat is wel niet mooi. Dat is heel erg te zien. Nee, nou. Dan blijft het maar zo. Dan blijft het maar zo. Oké, we laten het maar zo. Dan gaat dit bed gaat weg. Dan gaat deze muur, dit gaat ook even de andere kant op. Dit gaat ook even weg. Wow. Zo. Ineens wordt het allemaal heel erg anders. Kunnen we hier dan niet nog een klein kamertje maken of zo? Nee. Oké.
Nou, we gaan eerst beginnen ergens een trap neer te zetten. Is een traploopje zo in het midden staan? Een traploopje in het midden zo? Is dat een beetje leuk zo? Nee, nee. Ik kan hem ook niet meer veranderen, mag ik wel. Oh, als we hem zo doen. Nee. Oh, dit is wel een grappige trap. Dit is eigenlijk wel een grappige trap, maar dan moeten we hem eventjes kunnen roteren. En dan kan hem nou niet roteren. Dus dat gaat dan ook weer niet door. Ik wil wel mijn trappen kunnen roteren. Oké, volgende. We zetten de trap, ik vond dat... Die echt wel beter bij mijn huis passen. En dan zetten we hem zo hier neer. Zo neer. Zo. Ja, en dan gaan we hem even. Zo doen, yes. En dan past die. Wat beter in het interieur. Oké. Wat gaat straks even allemaal doen? Hier sowieso dan. Nog een trap naar boven natuurlijk. Dus dan komt hier nog. Zo, en dan komt hier nog de trap naar boven. Mijn bot wil ik eigenlijk gewoon alleen maar een beetje zo hebben. Oké, wacht even. We gaan het anders doen. We gaan het helemaal anders doen. Kijk. Ik heb, ben eruit. Ik ben eruit. Want zo'n trap naar boven is een soort van zoldertrap. En we wonen tenslotte in een soort van boerderij. Gaan we die trap ook even anders maken. We gaan die trap verbergen in een kast. Dus dan wordt het zo. En dan doen we daar... Dan gaan we daar een deur maken. Een eenvoudige deur.
dat er hier aan die weg en dan moeten we even nog. Ja, we moeten natuurlijk zorgen dat we ook nog een. Het wordt wel allemaal kleinschalig, want we gaan niet zo heel veel investeren in het huis. Maar we moeten wel zorgen dat we er kunnen wonen. Dus we gaan wel zorgen dat we even een mooi woongebod hebben. Even kijken hoor, en dan komt hier dan nog een muur. Nee, nog een muur spreek. Misschien is het toch een beetje te klein. Moeten we hem toch even wat groter maken. Maar misschien kan het ook niet zo. Dit wordt in de straat gehouden. Ja, en dan komt hier een badkamer. Badkamer zo. En dan komt hier een aparte wc. Nee, de wc komt ook gewoon. Kan dus weer net niet, dus dat wordt dan weer net. Zo, dus we gaan toch maar even. Deze muur verwijderen. Oké. Ik ben niet zo'n kei in bouwen, dus dat ik dit al kan fabriceren is al heel leuk. Normaal ben ik nooit zo. Ik ben helemaal geen kei in bouwen namelijk. Dus zoals je ziet. Oké, dan moet je dat nog wat doen. Het is dat ik namelijk wat meer ruimte wilde hebben op voor het land. Dat we straks ook nog allemaal kippen en zo en lama's en koeien gaan doen. Moeten we wel wat meer zo bij het land zijn. Dus ik denk ik ga gewoon de hoogte in, dacht ik zo. En dus ik ga gewoon de hoogte in. We gaan wel even zorgen dat hier wel even het een en ander zo. Het wordt dan wel even een soort van.
Hij moet dus heel even weg. Deze moet heel even weg. Zo. Ik doe het hier eigenlijk zo. Ja. Waar we dan in ieder geval sowieso... Je moet er wel wat voor over hebben om... Dit wordt wel een plat dak. En dan komt hier wel een muur. Ik heb dan een beetje het gevoel dat ik het een beetje aan het ik ga hem even opslaan hoor, want Maar ze af en toe wel lastig van mijn tab, van mijn Xbox zal ik dan weer ineens weer. Moet zien. Nou, het komt vanzelf wel weer goed. Open. Nog een deur maken. Nou.
zitten dit als waskamer toch nog een beetje aan de kleine kant. Dus ik ga even... En, ben er weer. Niet helemaal, maar bijna wel. Ja, ik ben er weer. Nou, niet helemaal, maar... Nou nog even. Word je al misselijk? Ik wel. spiegel. Het is bijna wel zoals ik het wil. Dus even deze nog even. Deze muur. Deze muur. Deze muur. Deze muur. Deze muur. Ja, deze muur. Deze muur. Deze muur. Dan. Wordt de badkamer ietsjes groter. Oké, en dan willen we gelijk even er een bad in zetten. Gewoon omdat we het kunnen doen. Maar voordat we het doen, gaan we even... we kunnen altijd nog een bad erin zetten, want we moeten eerst kijken of we überhaupt wel zwanger zijn. Als we helemaal niet zwanger zijn, dan houdt het natuurlijk op. Wordt dat dan ook best wel een heel raar huis. Bij nader inzien. Het huis is best bizar. Maar goed. Ik wil ook niet in de... Ik wil ook niet in de breedte gaan. Ik wil in de hoogte gaan. Want een beter gaat dan dat is waarschijnlijk een probleem met als ik in de bed wil hebben. Dat is de BB de. Dat past dan weer net niet. Oh, dat past dan net al hier. Dan kunnen ze nog net, daar hebben ze nog net ruimte. Nou, oké, doen we deze. Doen we deze. Deze even toch even. Deze. Ja. Nee, nou niet. Gaat doen wat ik wil. Dat ook niet waarom ik hem nou niet meer zo krijg als ik wil. Oké. Kunnen jullie nog steeds douchen? Ja. Oké, dan is dat bed namelijk wat ruimer.
Maar ik moet even weer... Zo draai je dat ik er zo weer in kom. Waar ik er dan zo in kom. Nee, ik heb ook weer niet vergeten te doen. In ieder geval, en het komt allemaal later wel. Voor nu vind ik het oké. Nee, om niet te zoeken, ik ook niet zoeken. Kijk. Nee, ik wil ook niet. Ik wil gewoon even tegeltjes erin leggen. Ik wil voor een boerderijtegel zitten in dit altijd wel. Maar ik wil. Nee, ik wil niet zo en nu ook zo. Nee. Voor tijd denk ik dat ik maar even ga stoppen, want het gaat allemaal niet zoals ik het wil. Wat is dit nou? Wat gaan we nou weer krijgen? Ik ga eerst even opslaan. Want anders gaat hij allemaal dingen doen die ik niet wil. Ik hoef vandaag ook lekker nergens heen, dus dat scheelt ook enorm veel. Oké. Dan krijg ik mijn PC namelijk niet meer, dat is een nadeel van eigenlijk van de Xbox. Deze wilde ik zo, ja, dat wilde ik zo, die wil ik zo hebben. Ik vind eigenlijk deze wel... Mijn keukentje. En dan... Kijk, tegels wil ik. Vind ik eigenlijk... Deze is wel leuk voor... Oké, en dan gaan we deze allemaal nu. Ja, ik krijg het niet meer zo gekanteld naar zoals ik het wilde, maar dat komt wel weer. Ooit is het. Hopelijk.
Wil hier ook nog ergens een soort van brandalarm hangen? Ja, hier ook nog hangen. We hebben in ieder geval een mooie keuken gemaakt. Die kunnen ze me in ieder geval niet meer afnemen van mijn keuken. Dus er brand ontstaat. Maar daar gaan we nog vanuit dat dat niet. We willen een buitenhoek hebben. We willen een buitenhoek hebben. Een mooie buitenhoek. Ik ga het even niet zien, maar volgens mij wel. Ik voel niet meer. Ik kom er niet meer zoals, nou ja, ik kom echt niet meer, wat is dit? Ik kan er zo naar binnen komen. Ik kom niet meer naar beneden. Als ik eerst van naar binnen kom. Ik ga eerst even spelen. Dan kom ik weer wel in. Nou, het is even alleen maar om weer even zo terecht te komen. Want met het bouwen ging het niet. En nu ging het wel. Dus we gaan weer even verder met bouwen, want ik ben natuurlijk nog niet klaar. Zoals jullie zien. Want dat kastje is ineens... dit is wat ik wilde. Dit kastje wilde ik namelijk even een ander kleurtje hebben. Het kastje moet wit worden, geel worden. Geel, mooi, dit past er nu wel bij. Zal ik hier een stik? Nee. Kijk wel. Wel tegels hebben, maar... terracotta tegels vind ik hier eigenlijk wel heel leuk. Terracotta tegels hier wel passen. Nee. Moet ik hem dan maar weg? Dit raam moet daar. Het raam moet daar weg. Yes. Ik kan natuurlijk ook een deur hier zo naar binnen doen, dat ik daar een deur. Maar, dat is maar niet. Tegels is misschien wel te. Tegels is misschien wel te.
die zo leuk zo. Deur. Ik wil eigenlijk een andere deur. Ik vind het geen leuke deur. Die deur past hier niet. Nu ik weer wat meer beeld heb zoals ik het wil. Even kijken hoor. Ik wil niet zo'n deur hebben. Ik speel met een Xbox en als je met de computer speelt kun je hele leuke dingen met CC doen en zo. En ik kan dat dus niet met mijn Xbox. Dus ik zit wel een beetje met dingen die ik alleen maar met mijn Xbox kan spelen. Maar is oké. Okay. Dit is oké. Okay. Ik ga toch ook maar eigenlijk maar die... was dat hier? Nee, die was bij de keuken. Hè? Ik ga toch ook maar eigenlijk maar die cupcakes doen, want die vind ik eigenlijk wel heel leuk. Cupcakes. Die cupcakes eigenlijk wel heel leuk. Er past dat dan precies hier nog tussen. Nee, dat is net even iets te klein. Dus we gaan hem even ietsjes groter maken. Ja, en ik wil even cupcakes ertussen. Wat is dit dan? Een hotpot. Dat is ook wel leuk, een hotpot te maken, maar... hier dan. Dan moet daar nog een tafeltje bij komen. Het bord staat er echt wel erg niet echt handig. Dit even voor nu genoeg. Wat hier staat, oké. Okay. Dan gaan we hier hebben opeens weer heel veel ruimte. Ik kan even een leuke trapleuning maken. En dan nog een mooie. Dan gaan we die computer zetten we dan. Ja, nee, die computer zetten we dan. Is heel daar neer, kan dat? Ja. Oh, hier nog eentje aan. Wat kunnen we hier doen? En dan... Oké, nou, dan hebben we hier nog de televisie en de... Daar doen we dan mooi televisie op te maken. Televisie op te maken. Bank. Een lekkere bank. Die is wel vrolijk. Een tafeltje neer.
boot. Wat van een kleintje wel. Van een kleintje. Van een lucht voor de gezelligheid. Ah, gezellig ook. Dat treetje doen. Een kleedje voor dit leven. Nou, dan maar gewoon deze. Ja, dat is wel een leuk kleedje voor hier. Yes, ik ga even wat eten maken. Ik ga even wat eten halen hoor. Oké. Okay. Ja. Ik wil het eigenlijk hier. Ik moet het toch heel even weghalen. Nee. Weghalen toch maar. Ik ga jou toch maar zo hier zitten. Ik wil hier dan toch eigenlijk maar even dit hier. Je moet toch even zijn. Even maken. Een lusje. Dat is dat storm zo. Zal ik dat dan maar zo doen en dan nu weer daar doen en dan even iets groot maken. Ach ja, waarom ook niet? Dat vervangen we. Want ik wil beneden toch eigenlijk ook een wc hebben. Voor als we allemaal mensen hebben uitgenodigd. Of allemaal mensen opeens komen. Dan gaan die mensen gewoon wel beneden naar de wc. Dus. Kijk, ik ben opeens daar.
Jij bent opeens daar. Nee, de wc zei je. De wc zei. Nou, weet je, omdat ik gewoon een soort van hele ruime wc dit, maar kan ik hem ook wel ruim maken natuurlijk. Lamp. Ja, kijk, en het is wel leuk om dan hier dan. Waarom ook niet? Dat is dan wel leuk om dan hier zo die spiegel. Dan past het niet. Dan past het dan, dat past dan weer net niet allemaal. Dan doe ik toch maar gewoon eens deze spiegel. Nee, dan niet oranje, maar dan een mooie blauwe. Waarom ook niet? Yes. Best wel een grote lamp, dus we gaan een beetje een prestige lamp doen. Die er ook weer niet gaat passen. Ah, en dan moeten we natuurlijk ook wel, dat we toch goed doen. Even mooie tegels doen. We hebben nog iets van celebrity tegels hier. Nee, maar we kunnen wel een beetje Marokkaanse stijl gaan doen. En dan leggen we op de grond. Tegels. Ook Marokkaanse tegels. Wat leuk. Ja, waarom ook niet? Je moet toch wat doen, hè? En dan kunnen we natuurlijk ook nog, dat het heel groot is, een raampje doen. Dat maakt het natuurlijk nog wel helemaal af. Een raampje. Ja. Ja, dat maakt het helemaal af. Oh, deze dan weer net niet. Dit raampje niet. Maar oké, meswerk, dat is net de verkeerde kleur. Jezus.
Nou, goed klaar. Hier kunnen we dus helaas niks mee doen. Hier laten we dan maar zo. Gaan we hier even mee verder. We moeten hier ook een paar licht hebben. Lekker. Ik wil gewoon dat dicht. In de slaapkamer doen we even een lip dicht. En die beamer lichten kunnen we mooi beneden doen. Misschien wel dat hier. En dan doen we hier deze lichten weg. Oké, dan doen we jouw stukje hier van top. En dan doen we jouw stukje. Weet je, je moet toch wat doen. Ik wil eigenlijk hier toch nog wat raampjes erbij doen. Nee, gewoon ramen erbij doen. En dan ik vind deze ramen wel leuk hiervoor. Nee. Waar waren die andere ramen dan voor je die ik had? Die andere ramen. Deze ramen. Nu heb ik er nog eentje. Deze gaat dan niet daar, maar die gaat dan daar. Ja, en dan komt er nog een tafel. En dan vind ik hem voor nu even klaar. Eigenlijk. Want we gaan toch niet heel veel bouwen. Maar ja, we moeten nou even nog een mooie tafel voor straks de kinderen ook zijn. We moeten wel een moderne tafel hebben. Als straks kinderen ook nog komen, dan moet je wel een moderne tafel. Sonia. Stoelen erop, stoelen erbij. Nog wat. En deze, nou, maar die ziet er niet lekker. Lekkere eettafelstoelen, dat is wel mooi. Oké. Ook alvast voor de kinderen wat doen. Nou, dat is voor later. Dat wordt allemaal voor later. Ik wil nog even een leuk
bakje voor je pak voor jou nog even een tasje pakken. En tasje pakken voor jou. Kijken. En het tasje dat je ook nog van de hobbykastje. Oh ja, hier was die bijzettafel. Nee. Deze kan ik niet. Nou, dat gaat een beetje niet zo heel goed. Dus dan gaan we de tweede bijzettafel gaan we dan zo hier neerzetten. En daarna nog wat duren in een soort zetten. Ik doe een leuk hier, zet ik hier niet. Nou, nou, we hebben in ieder geval voor 20.000 euro of voor 10.000 euro bijna weer ons huisje gerenoveerd. Ik wil nog even een andere prullenbak erbij hebben. Dat komt wel weer. Oké, we gaan even naar boven toe, want jij was naar boven gelopen. Ga jij dan nu op? Zwangerschapstest doen. Oh, Nevi. Tribna! Nou, nee, je bent niet zwanger. Oh nee, je bent nog niet naar de wc geweest voor de zwangerschapstest. Oh. En dan komt hier, komt dan dat bad. Oké, ze is zwanger. Ze is zwanger. Oké, nou, ze is zwanger. En we moeten nu even... We waren natuurlijk net getrouwd, dus we moeten weer en we hebben net het huisje veranderd, dus we moeten weer even inkomen wat we wilden doen. Oké, jij had een baan. Oh man, no. Freelance. Kies een kus. Flips. Een kus moeten we nog kiezen. Shulief Skeins. Jeklawanefesh. Kagamera. Oh, Ravovi. Oh. Mohalike. Huh. Nou, dan ga je even eten koken. Hulp even zetten. Nog een website voor merk aan zien. Het is echt geen echt schimmig bedrijf. Of Deadline zondag 9 uur. Nou, deadline zondag 9 uur. Nou, dan ga je eerst even eten. Want je hebt echt heel erg honger. Dus ik ga eerst even eten koken. Koken. Kan jij nog wat koken? Ben jij eigenlijk al wat koken? Of heb jij daar... Jij kan helemaal nog niks kopen. Jij kan helemaal nog niks kopen. Koken. Jij kan nog niet koken. Jij kan helemaal nog niet koken. Dus jij gaat even ingrediënten kopen. We
Nee, jij moet nummer 1 ingrediënten gaan koken met je telefoon. Zullen we gewoon een pizza gaan bestellen? We gaan een pizza bestellen. We gaan een pizza... pizza kaas bestellen. We doen gewoon anders. We gaan gewoon een pizza bestellen omdat we dat kunnen. We hebben net gehoord dat we zwanger zijn. Dus... Nee, je moet even niet gaan spelen. Je moet freelancen. Ik heb echt heel erg honger. Ja. Kijk, nou is dit eigenlijk een beetje helemaal met niks, maar dat geeft niks. Kijk, daar komt de pizzaboer. Pizza accepteren. Nee, gaat nu eerst even eten. Je gaat eten. Pinkoya. Oh, Panadayola. Jij hebt een punt. Leave Pinkoya. Jij hebt een punt pakken. Ja, jij kan ook een punt pakken. Tankubu, Tankubu, Kinkayama. Kissamoy. No, Flamon. No, in a prep studio. Even kijken. Dat is dan 25 euro. Nou, we hebben al een pizza gegeten en jij en dan ga je betalen. Maar jij kan ook beduren, hè? Wacht even. Jij had al heel veel beduurvaardigheden. Jij had al heel veel beduurvaardigheden. En beduren al 2. Oh, dat gaat nog mee. Oh. Even kijken. Hoor. Kunnen we dan nog die dingen voor jou weer terugzetten hier, hè? Ja, Basani. Je hebt natuurlijk helemaal nog niks. Oh. Je hebt natuurlijk wel veel dingen, maar... Nou, jij hebt nog helemaal niks, dus je gaat nog maar die pizza opeten nu. Ik wil met de pizza uittrekken. Oké, jij gaat in bed. Jij ligt ook in bed. Oh ja, jullie hadden nog wat dingetjes nodig op jullie slaapkamer. Maar ik wou even weten of jij ook in bed kon gaan liggen. Menu. Oh, ik moet dit hier ook nog doen. Wacht, ik was nog niet klaar. Kijk, jullie kunnen sowieso naar bed, dus dat is wel fijn. En dan gaan jullie nu even slapen.
Goed, dan ga ik weer even verder met mijn huisje, want ik had het hier nog niet gedaan. Ik was de hal nog even vergeten. Wacht even. Ik moet hier sowieso. Jullie liggen lekker te slapen, dus dan kan ik veel even. Doelkreet wil ik hebben. Doelkreet. Even kijken hoor, wat ga ik doen? Ik ga gewoon verf doen. Ik ga gewoon een beetje eenvoudige verf. Ja, dit is wel genoeg. En dan hierboven gaan we gewoon een kinderkamer maken. Dus even een mooi hekje maar. Robert, kijk. Ik krijg hier ook even een eigen badkamer. Ik ga het wel even Emma in orde maken voor hun. Dat gaan we wel voor ze zorgen. Even kijken hoor. Hier gaan we gewoon even een soort badkamer voor ze maken. Regels. Een deur.
En dan komt hier aan. Wow. Sheriff, dan doen we gewoon even... muurschildering die voor iedereen... gewoon even simpel is. We hebben in ieder geval de indeling en de vloerkleden en zo al gemaakt. Doen we even zeggen mooi rood. Doen we hier, doen we... Hier doen we... tegels en doen we een mooie... Nou, het is een beetje een rare combinatie, maar het is tenslotte een kinderdouche. Het is tenslotte maar een kinderdouche. Nou, ik ben dat niet echt... dan de douche. Dus ik wil even... Nee, want ze krijgen alleen een douche en hier komt dan nog een bad. Hier gingen we nog het bad doen. Dat was het enige bad dat we nog gingen doen. De rest komt geen bad. Want anders... deze badkamer komt als enige een bad. En dan is dit bad natuurlijk wel leuk, want hier beneden ook. En dan komt dit bad gewoon hier zo. Oké, en terwijl ik hier wilde ik nog een slaapkamer hebben. Ik wilde in ieder geval sowieso hier een kleerkast maken. Ik vind het niet zulke mooie kast. Nou, dan doe ik deze. Deze vind ik de enige wel een beetje die een beetje bijpast. En dan is het wel. Hoe zit het dan met mijn... Oh, ik heb hier ook nog geen ramen. Wacht, ik moet hier ook nog ramen maken. Ik moet hier ook nog zelf ramen maken. Waren die ramen? Thank you.
Ja, zie je wel, deze kast is niet mooi daar uitkomt, dus dat die kast is ook zo moeten neerzetten. Dat past, hè? Dat past helemaal niet. Hier past die wel. Oké, dan doen we dat raam. Dat doen we dan daar. Dan doen we dat niet daar. Dat raam halen we dan weg. Dat raam halen we dan weg. Nou ja, dan moet ik het maar zo doen. En dan vind ik dit ook wel weer oké. En in ieder geval, voor nu hebben we in ieder geval hierboven. Nee, ik wou gewoon weer naar spelen toe. Kijk, hierboven hebben we dan een hele grote. Hierboven komt dan de kinderslaapkamer, de kinderspeelkamer, slaapkamer voor de kinderen. Gewoon dit helemaal is kinder. Kunnen ze doen als ze zin in hebben. Liefdesdag. Dit is dan voor ons. De oudere slaapkamer. Met een douche en een toilet. En dan gaan we meteen even deze deur op slot doen voor. Maar dat kan we weer niet. Want. En dan hebben we hier. Dan heb je gewoon pizza opgegeten. De pizza kunnen we weggooien. Ik wil eigenlijk nog zo, die prullenbak wilde ik eigenlijk ook even hebben. Want dan kunnen we, als we dingen weggooien, krijgen we nog geld. Dus eigenlijk wilde ik dat ook hebben, heel graag. Dus we gaan nog even die prullenbak kopen. Neem omdat ik het nu kan. Nee, die prullenbak niet. Deze. En die wil ik dan eigenlijk zo hier zo neerzetten. Die heb ik daar helemaal helemaal niet. Deze gaat wat meer de kamer in. Zit ik echt op het dan zo in de kamer. Het is wel een beetje plus zo. Zelf in de kamer neer te zetten. Dat is echt zo'n beetje. Dan wordt dit gewoon lekker de keuken. Moet we wel even omdraaien natuurlijk. Zit dit ook weer niet. Kunnen we gewoon zo hier zo neerzetten. Een beetje in de woonkeuken als zo'n soort van woonkeuken. Ja, nou, dan zetten we hem hier neer. Wordt van woonkeukenachtig iets. Zullen we dan nog een computer erbij nemen? Is dit wat het is? Ik ga die computers erbij. Computers. Nee, we kunnen hem wel hier zitten, maar dan zetten we er gelijk twee, want als we dan straks samen op de computer moeten, dan in ieder geval twee computers. Misschien moet Bertus ook nog wat achter de computer doen, je weet het niet. Ik weet het nooit in mijn huishouden.
Dan zien we gelijk dat. Hoe zit daar dat geweest dan? Dit raampje hier dan weer net niet mooi staat. Dus dan moet ik het raampje hier nog eens aan neerzetten. Maar dit raampje. Ja, zo. Ja. We moeten en dan nog even. En dan is zij eigenlijk helemaal opnieuw begonnen hier. Ze had volgens mij heel veel dingen. Dus ik ga ook nog even een twee gitaren maken. Allebei één gitaar. Maar als zij ook een gitaar. Ik zet die allebei even boven neer. Even kijken hoor. Ik denk er nou helemaal te tweede over. Even een lamp. Daar staat geen lamp. Daar was nog geen lamp. Ik geef haar binnenkort ook even een andere baan. Want anders moet ik te veel nadenken over jobs die ik haar moet geven. Dus ik ga haar gewoon een steady baan geven. Maar ik kan het niet van wat uur. Daar wil ik echt een andere lamp hebben eigenlijk al. Zelf de lamp eigenlijk. En hier niet echt gezellig. Nee, er komen andere lampen voor. Ik vind het niet zo. Ik moet natuurlijk ook alvast even een wiegje gaan neerzetten boven. Want het blijkt dat je hier wel even een liefje gaan pakken. Ja, het is wel een onhandige kamer. Eigenlijk het is het best wel een hele erg onhandige kamer. Maar ja, uit. Vooruit. Gelijk even een wiegje neergezet. Waarom is hier een raam? Terwijl hier gewoon niks zit. Nou, we laten dat raam maar even daar. Want we gaan het nou niet veranderen. Oké, wachten we. En jij, als jij klaar bent, ga je weer even naar jouw plantjes toe.
Nou, eigenlijk, kijk, ik vind het eigenlijk best wel heel mooi, zo. Ja. Jij gaat dit verkopen. Mag je het verkopen. En jij gaat aardbeien oogsten. En jij gaat dit groene champignons ga je ook oogsten. Oh, hallo jongens. Rustig aan daar. Rustig aan. Wie gaat er winnen? De vos of de vos of het konijn? Wie gaat er winnen? Ik denk het konijn. Nou, ik ben net raad. Je hebt net het gevecht. Even kijken, wat ging je ook alweer doen? Hmm. Ah! Uh-huh. Wadida. Je ging dit allemaal oogsten, hè? Alles oogsten. Alles oogsten. En dan komt jouw vrouwtje er nog aan. Die gaat ook even wat aardbeien. Oh. Jij gaat alles al oogsten. Je laat ook niks over voor je vrouwtje, hè? Nou, ga jij alles, jij gaat alles oogsten, oké, okay, nou ja, ik wilde eigenlijk dat niet, maar, oké, okay, dat heb je nu al gedaan. Ik ga zo even, even kijken. Ik moet nog even iets met kaas doen, want mijn kaas al. Ik ben gaan bouwen en nog een dode pand. Ik moet dit nog even vieren. Oké, okay, jij bent nog steeds heel flutterig en jij bent ook heel flutterig. Maar jullie gaan niks doen, want jullie hebben al een kindje. En dan ga je even. Jij gaat even wat rauwzen, ingrediënten maken. Jullie kunnen. Hey. Even kijken, aardbeien, jij bent een verschoppeling door je lappen, daar heb je sap, dat is net een mens, maar dat is niet erg. Ik ben gewoon getrouwd met Bertus en ik vind het bij Bertus heel gezellig en dan ben ik maar een verschoppeling. Poeh. Nou, maar ik ga heel even stoppen met gamen, want ik moet nog even boodschapjes doen. En ik moet nog even de was doen. En dan ben ik, als ik mijn dingetjes heb gedaan, kom ik wel weer terug. Dus ik zeg tot snel.